Hoi allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit keer gaan we Wie is deze Skylander snapshot doen. Ik heb een kleedje om, want het is best wel koud. Snapshot ziet er zo uit. Is natuurlijk de starter pack Skylander. Dus als jullie trap team hebben, dan hebben jullie hoogstwaarschijnlijk ook snapshot. Ik heb hem dubbel. Ik heb namelijk ook de dark versie, zoals jullie misschien gezien hebben in mijn unboxing video van de dark edition. Die heb ik ook, die heeft het andere pad. Dus ik kom nog een keer een Wie is deze Skylander video, maar dan van dark snapshot. En die is ook wat sterker, omdat hij natuurlijk dark is. Ik heb mijn hoed opgedaan en we gaan gewoon George aanvallen. Vind je het een leuke video? Doe dan alvast een duim omhoog. En nou ja, we gaan gewoon beginnen. We hebben de krachten, Treptanium pijlen. Druk op vierkantje om Treptanium pijlen af te schieten. Hartstikke handig. Dan hebben we nog druk op rondje voor een kristalslag. En die aanval heet ook kristalslag. Is wel handig. Ik gebruik hem niet zo heel vaak, maar hij wordt heel goed als we zo meteen op terugkomen. Dan hebben we nog goed schot. Hou vierkantje ingedrukt om je Treptanium pijlen op te laden. Is op zich wel, ja... handig, maar ik merk zelf dat ik niet genoeg geduld heb om constant aanvallen op te laden. We hebben nog waterkolk. Hou het driehoekje ingedrukt voor een bestuurbare waterkolk. Die is wel cool, die is leuk. Dat is het onderste pad, denk ik. Ik heb voor deze het bovenste pad gekozen. Dus dat is op de Dark Edition. Kan ik die laten zien. Dan hebben we nog superslag. En daar staat hou het driehoekje ingedrukt voor een extra krachtige kristalslag. Maar dat klopt helemaal niet, want driehoekje is je... je wateraanval, je waterkolk. Het is eigenlijk rondje ingedrukt houden. Want rondje aanval is de kristalslag. Dus rondje ingedrukt houden krijg je een extra krachtige kristalslag. Dan hebben we nog pijlsnelle pijn. Eigenlijk net zoals bij Wallop die we in een vorige video hebben gezien. Verbeter de Treptanium pijlen richt een extra schade aan. Dus dan heb je een sterkere pijl. Heb ik de bovenste gekozen. Ik ga gewoon heel kort hierover. Maar nogmaals, er komt dus een video over. Maar we hebben de grote golfstroom. Je waterkolk is groter en richt meer schade aan. Waterval. Vijanden die vastkomen te zitten in de waterkolk worden gevangen. Ook heel handig. En dan hebben we deze dus heel goed. Mijn hersens kraken. De waterkolk roept nu de kracht van de kraken op. Dus dat is handig. Maar ik heb deze gekozen. Dus dit is pijlsplosie. Treptanium pijlen ontploffen als ze het doelwit raken is wel gewoon handig om te hebben. Treptanium pijltje. Het scherpen van Treptanium laat de pijlen achter die extra schade aanrichten is ook op zich wel handig. En dan hebben we de hydropijl. Hou vierkantje ingedrukt om een krachtige waterelement aanval toe te voegen aan je Treptanium pijlen. Dus dan krijg je een soort van water dus om je pijl heen. En dan hebben we de zieljewild. Die is echt best wel cool. Superscherf. Gebruik je kristalslag in de lucht voor een nieuwe Treptanium aanval. Dus dat zijn de aanvallen van Snapshot. We horen zo meteen hoe die klinkt. We hebben het de splinternieuwe arena. We gaan naar de Donderclub. En, of nou ja, de Donderclub niet, maar... we gaan het vierde level hier spelen. Dan gaan we het accepteren. En dan zal ik nog even moeten kiezen. En dan zullen we daar ook zien wat aanvallen allemaal. Rock and roll. Yes, rock and roll zegt hij. Hij is best wel zo'n coole cowboy-achtige bow and arrow persoon. Ik vind het snapshot echt heel cool. Yes, Graveklobber zit er nog in, maar daar gaan we verder niet mee doen. Wat hebben ze tegen arena gevechten? Nou ja, zorg dat ze je niet raken. Ja, dus we hebben de vierkantje aan van een schietje pijlen en die barsten dus uit midden. Dus ze krijgen scherpen. Dat is wel handig. Als je springt en je doet vierkantje, dan heb je niet echt een verschil. Want het is natuurlijk gewoon een long range aanval. Die verandert niet echt. Maar je ziet dat die scherven ook een beetje doelzoekend zijn, naar mijn idee. Dus die vinden de vijanden. En dat is wel heel handig. Vierkantje ingedrukt houden, dan zie je dat ik dus een wateraanval toevoeg. Die gaat niet verder heel veel meer, maar ik wacht even tot ik een vijand heb. En dan zie je dus een hele grote... En hij is ook heel snel opgeladen. Dus kijk, je kan kijken, ongeveer 1 of 2 seconden duurt het. En dan laat hij hem op. Dus dat is de vierkantje aanval. En die is best wel powerful. Je ziet ook die bellen, want dat is een trinket. Het rondje is de slam. Het enige wat vervelend zijn... dat zijn die chill builds. Weer een niveau omhoog. Het is echt elke keer gebeurt het. Dus dat is mooi. Ik heb dus... We gaan nu weer een stukje naar voren. Dus nu komt denk ik de... ja, ik wou zeggen de bal erbij. Want het laatste level van de arena, dat zijn dus al die dingen. Dus die pakken we op. We hebben dus vierkantje. We kunnen vierkantje ingedrukt houden. Dan krijgen we die wateraanval. Maar als je die wateraanval doet... Dan heb je dus niet die scherven. En die scherven zijn juist wel heel powerful. Want dan heb je meerdere enemies die je raakt. Dus dat is heel handig. Dan hebben we nog de driehoekje aanval.
Die zal ik zo even laten zien. Moeten we ze wel even gaan springen. Kijk, hier hebben we het driehoekje. Dan heb je dus gewoon een kolk van water. En die is op zich wel handig. Doet veel damage, maar... Ik weet niet hoe geweldig ik dat nou zelf vind. Dus dat is een beetje... Nou ja. Nou, die is sterk, deze aanval, het driehoekje. Als je hem dus bij de dark trap, de dark snapshot ziet. Als je hem upgrade, wordt hij super powerful. Maar ik had ook deze eerst en ik had het pad ook al gekozen. En ik ben het ook wel mee eens dat ik dit gekozen. Ja, nu krijg je dus het mijne deel. En dat is de laatste ronde. En ik ga gewoon even... Zielje wil ook nog laten zien. Want we hebben dus zo. We hebben ook als je rondje ingedrukt houdt, dan krijg je dat hem oplaat. Dan wordt het sterkere. Dus dit is normaal. Dit is de kristalslag opgeladen. Dus die is iets sterker. Ik zal ook even kijken of het bij om te schade. Dus dit is 240. En dit is... Nou ja, er staat 18, maar er gingen wel vijanden dood. Het is een beetje glitchy soms met het aangeven van hoeveel schade de dingen nou werkelijk doen. Dan hebben we ook nog de zieljewil aanval. En die is in de lucht en dan de kristalslag. En dan zie je echt best wel een coole soort van ja, combo-achtige aanval. Dus we gaan nog een keer doen springen, vuurkantje. En dan krijg je die hele coole kryptenium kristallen die gaan. Dus ik vind Snapshot heel cool omdat hij dus long range is. Maar ook gewoon short range. Moet je zo snel mogelijk wegwezen! En deze aanval, de zieljuweel, is ook gewoon powerful. Want soms heb je gewoon zieljuwelen die niet zo heel sterk zijn. Maar deze vind ik wel heel mooi. Dus Snapshot is zeker een van mijn favorieten. Hij is nog niet zo'n heel hoog level. Ik ben eigenlijk helemaal niet aan het opletten of ik nou die bal wel of niet pak. Het speelt op makkelijk, zodat het gewoon allemaal rustig de aanval aan jullie kan laten zien. Maar dat wil nog wel eens heel makkelijk zijn. Hier hebben we nog een keer die waterkool, die dus niet zo heel sterk is hier. Maar het is te doen. Ik zou het niet aanraden om die te veel te gebruiken. Maar... Het komt goed. Dit was de arena ook. Snapshot is een hartstikke leuke Skylander, vind ik. Hartstikke sterk ook. We hebben hem nu gehaald, dus krijg je ook 2 sterren voor. En dit was dus ook het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, doe dan een dikke duim omhoog op de video. En dan zie ik jullie hopelijk terug bij de volgende. Doei!